Oh, een administratieve formaliteit dus. Precies, een administratieve formaliteit. Je moet vragen naar het vrijgeleide A38. Kom, Obelix. Ja? Wij hebben het vrijgeleide A38 nodig. Galei inschrijven, nee, u bent verkeerd ingelicht. Daarvoor wendt u zich tot de havendienst. Hé? Nee, wij willen geen galei inschrijven. Wij willen het vrijgeleide A38. Die haven vindt u aan de oever van de zee. U kunt niet missen. Nee, wij zoeken de haven niet. Wij willen het vrijgeleide A38. Hé? Het vrijgeleide A38! Niet schreeuwen, zeg. Wat zijn dat voor manieren? Waar denken jullie wel dat jullie zijn? Wend je tot loket 1, gang links, laatste deur rechts. Laatste deur rechts. Laatste deur rechts? Er is geen laatste deur rechts. Hij heeft zich vast vergist. Laten we deze deur proberen. Wie gaf u toestemming mijn bureau te betreden? We zoeken loket 1. Raadpleeg het plan op de 6e verdieping en sluit de deur. Ongehoord. Laten we verder gaan, juffrouw. Wat hoog. Doorgaan. If? Ach nee, niet if. 4. De plattegrond. Ik begrijp er geen snars van. Ik wel, wacht. Loket 1 is op de begane grond. Waarover gaat het? Wij willen het vrijgeleide A38. Dan werd u verkeerd ingelicht. Gaat u maar naar loket 2. Hiernaast? Nee, dat is loket 8. Waar ze loket 2 geplaatst hebben, weet ik niet. Vraag maar aan de bode. Maar hey. Loket 2! Ik heb al gezegd dat de haven aan de zee ligt! Wij willen geen haven! Ik wil... Kom nou, je wordt gewerkt een beetje stiller. Wat wenst deze heer, mijn beste vriend? Ik weet het niet, meneer de prefect. Ze brabbelde iets onverstaanbaars. Wij zoeken loket 2. Loket 2. Eens even kijken, waar hebben ze dat geplaatst? De laatste keer dat dat gezien werd, meneer de prefect, was op de 3e verdieping, gang meter 6, meneer de prefect. Wel, nu weten jullie het, heren. U ziet, er is geen reden om u op te winden. Oh, het komt in orde. Oh, ik begin eraan te twijfelen. Nou, en toen heeft ze van een koopman van Venetië stof gekocht omdat ze haar woning wil herinrichten. Wil ze marmer behangen, ze is gek. Ach, je kent haar toch. Opschepperij om de mensen te overbluffen. En ze kan niet eens een slaaf betalen. Je ze vrouw... heeft hem terugverkocht, zo gezegd, omdat ze het huis zou liever zelf doet. Maar ik weet dat de situatie van haar man... Je vrouw... Ja, ziet u niet dat ik bezig ben? Waar was ik? Haar man... Oh ja, die arme Claudius. Nou, je weet dat hij een zaak had, hè? Die viaducten bouwde. Nou, zijn laatste viaduct. Je vrouw! Bij Jupiter, wat zijn de mensen toch onaangenaam? Geleide A38. Blauwe formulier? Het blauwe formulier? Nee. Hoe wilt u dan A38 krijgen? En waar vind ik dat blauwe formulier? Loket 1. Loket 1.
Oh ja, dat viaduct. Nou, bij de eerste windvlaag, krak, ingestort. Ja, er bleven nog slechts ruïnes over die erg mooi staan in het landschap. Ze is gaan eten, maar gaat u maar naar loket 35. Vraagt u maar aan de bode. Je hangt me de kiel uit met de haven. Het is formulier, kunt u het rode formulier verkrijgen. Krijgen we nu? Het is noodzakelijk om het vrijgeleide A38 te krijgen. Loket 12, tweede verdieping, trap B, gang J. Voor het gele formulier, loket 7, vijfde verdieping, trap 4, gang W. Het groene formulier. Een bruin formulier, loket 65, zesde verdieping, trap B, gang J. Rustig nou, hè? We raak hier nooit uit, Asterix. De toverdrank kan ons hier niet helpen. We worden hier gek en dan zullen we Caesar slaven zijn. Nooit van mijn leven, zeg. De toverdrank dient inderdaad tot niks. We zullen ze gaan bestrijden met hun eigen wapens. Vooruit, kom mee. Moet ik hier zijn voor vrijgeleide A39? A38 bedoelt u? Nee, voor vrijgeleide A38. Dit gaat wel degelijk om vrijgeleide A39, hè? Zoals bepaald in de nieuwe circulaire B65. Nieuwe circulaire B65? Wacht, zeg, weet jij iets van een circulaire B65? Wacht, circulaire B65? Ja, betreffende vrijgeleide A39. Nee, helemaal niet, zie je. Dat moet je vragen aan de controleur van de coördinatie van de toekomstige archieven. Op de vijfde verdieping, trap zet, gang u, denk ik. Nee, nee, helemaal niet, zie je. Kijk, we zitten nu op de tweede verdieping, trap H, gang N. We gaan erheen. Circulaire W65 wordt even de vrijgeleide A39. Dat is de dienst voor richten van verloren circulaires die ons niet gewaarschuwd heeft. Gelijkvloer, straf 2. Gang u, we gaan er naartoe. Hoezo een nieuwe circulaire? En ik ben niet op de hoogte na de president-directeur van niet doorgegeven zaken. Dat vragen we de bode. Gaat u verder zonder mij, juffrouw? Meneer? Ik ben bezig. Wat wenst u? Het vrijgeleide A38. Zie je? Ga nu weg. Hier zijn mensen aan het werk. Ah!